Ja, mensen, dan gaat ik morgen eens even lekker aan de gang. Ook het hartstikke zin in, hoor. Ik ga even lekker aan het werk, hoor. Moet je goed luisteren, man. Je kan mij altijd bellen voor een lekker klusje, hoor. Ik vind werk echt zo fijn, man. Kan ik dag en nacht, kan ik keihard werken, hoor. Ik zeg ook altijd, als ik het niet doe, doet helemaal niemand het. Echt gewoon niet, hoor. Vind ik echt hartstikke fijn. Ja, het kan natuurlijk niet, hè. Elke dag werken, dat gaat niet, hè. Je kan natuurlijk niet, als je onderweg bent, nou, je werk kan natuurlijk niet gaan werken. Dat kan niet. Tenminste, ik kan het niet. Ik kan niet met een boor aan mijn schroeven zo zitten draaien in de trein. Ja, het kan wel, maar het mag niet, hè, hoor. Dat kan dus niet. Dus ik zeg altijd, dat doe ik allemaal niet, hoor. Maar ik ben wel heel vaak jaloers, hoor. Van die mensen, weet je niet, hoor. Die zitten daar in de trein, man. Allemaal keihard door te knutselen op zijn computer of met je stuur. Stoppen papieren, man. Laatst zag ik een man. Oh, man, ik was jaloers. Je zat een hele grote stoppen lekker te schrijven. Ik denk, oh, ik ga een praatje maken met die man. Dat vind ik dan leuk, hè, hoor. Ik zeg altijd, als ik het niet doe, doet helemaal niemand het, hè. Dus dat heb ik gedaan, hè. Ik heb het gedaan. Ik zeg tegen die man, zegt ik, zo, zeg ik. Ik zeg, wat doe je? Nou, toen zegt die man ook gelijk, hoor. Hij zegt, nou, ik ben aan het werk. Maar ik heb lang gezien, hoor. Echt wel, ik ben die achterlijk man. Dus ik zeg tegen die man, wat voor werk doe je dan? Maar toen zei hij helemaal niks terug. Hè. Hij was gewoon ijzeren heen door aan het schrijven. Maar hè, dat kan, hè. Dat ik zo geconcentreerd ben dat je helemaal niet hoeft iemand aan te zeggen. Hoor. Dat kan, dat is concentratie, hoor. Dat geeft helemaal niks, hoor. Ik zeg, gewoon nog een keer, maar dan wat harder. Maar ik denk, weet je wat, ik pak even je aandacht, hè. Dus ik ruk die papieren uit die maasje klauwen. En ik zeg, ja, hallo, vroeg, wat voor werk doe je dan? Nou, toen keek hij me aan, hoor. Echt wel, hoor. Hij zegt, nou, hij zegt, ik ben psychiater. En volgens mij zou u dus een afspraak moeten maken met de collega van mij. Ja, echt agressief die man. Nog echt wel, hoor. Maar ik blijf rustig, hè. Zo ben ik dan. Echt wel rustig blijven, man. Hè, als ik het niet doe, doet helemaal niemand het, hè, dat rustig blijven. Dus ik zeg tegen hem, nou, zegt, ik moet je even goed luisteren, man. Als ik een psychiater nodig heb, wil ik natuurlijk wel een psychiater die wat slimmer is dan mij. En aangezien als je slimmer bent dan mij, word je helemaal geen psychiater, hè? Dus dat probleem is ook weer opgelost. Ik zeg trouwens, wie zal dan nou het meeste verstand hebben van mijn man? Dat zal ik toch zeker zelf wel wezen? Nou, hij zegt, ik heb anders wel een papiertje voor u, hoor. Als ik eerst even mijn papieren terug mag, hè, dan is even terug, even allemaal. En dan heb ik wel een lijstje voor u, staat op een papiertje, dat kan ik u geven. En op dat lijstje staan een aantal punten. En als u aan 5 van die punten voldoet, zou het anders wel eens kan wezen dat u last hebt van een burn-out. Ik denk, slot die man helemaal in mijn koor. Echt waar, ik pak hem daar. Kijk, de raam zo die boor achterin spaart, ik lief zorg de bek, man. Oh, ik heb het niet gedaan, hoor. Ben rustig gebleven, hoor. Ja, als je bijna, hoor. Echt hoor, hoor. Ik zeg altijd, als ik het niet doe, doet helemaal niemand het, hè, hoor. Dus ik zeg, kom maar op met de blootje. Had hij het meegegeven? Ja, ik heb het natuurlijk wel die papieren van hem teruggegeven. Oh, zo ben ik dan wel een tikje door elkaar gehuizeld, hoor. Met een maag, hè, geintje, hè. En toen kreeg ik het. En dan zit ik jou kijken met je kop van dat het je niet. Maar dat heb ik echt wel, hoor. Kijk hier zo, man. Hier zo. Ik heb het is een beetje verframmerd. Ik heb het altijd bij me aan mijn vrienden vroeger altijd, het je, de blootje nog, met die punten. Leuk, hè? Hebben jullie allemaal een hand met 5 vingers? Kijk, kan je even kijken of je er ook last van hebt? Heel makkelijk. Je hoeft alleen maar bij elke vraag te denken ja of nee. Dus bijvoorbeeld deze vraag is de eerste vraag, hè, Daan. Ik ben snel geïrriteerd en valt uit tegen mensen. Maar zelf denk ik dan, we slaan het op. Ik valt nooit uit tegen mensen, want ik heel ordinair als mensen dat doen. Echt hoor. En trouwens, snel geïrriteerd. Wie is toen helemaal snel geïrriteerd? Wat is snel? Hoe snel is snel? En waarom weet ik dan niks van? Wat voor mij snel is, is voor Michael Schumacher heel langzaam. Punt 2. Je voelt je moe, ook al heb je voldoende sloop gehad. Ja, wie niet? Je werkt hard, maar bereikt weinig. Ik weet niet of Dick Advocaat in de zaal zit. Ik zit er tegenop om naar mijn werk te gaan. Allemaal. Dus ook heel raar. Je hebt weinig zin om je te verheugen op je werk. Je hebt minder zin in seks dan voorheen. Hoezo voorheen? Moet je goed luisteren, man. Ik heb helemaal geen voorheen qua seks. Ik vind het allemaal hartstikke smerig, man. Dat spul, dat plakt. Rot op, man. En deze vind ik ook heel raar, hoor. Je gebruikt meer alcohol om je beter te voelen. Nee, ik drink een lekker biertje met al mijn moten om me helemaal kloten te voelen, man. Oké, wie zit er nog niet op 5? Allemaal? Ze zitten allemaal op 5, man. Ongelooflijk, man. Dat kan toch niet, man. Dan heb je heel gauw dan burn-out, man. Dat kan toch niet?
Van zo'n blootje alleen word je toch ziek, man. Er slaat helemaal nergens op. Ik heb altijd gezegd, hoor. Ik kan er allemaal niet bij, man. Weet je, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht, hoor. Weet je, ben ik dan ook, hè? Kijk, er zijn natuurlijk een aantal mensen die werken gewoon heel hard, hè. Zodat ze meer kunnen verdienen dan de buurman. He, zodat ze in een buurt kunnen gaan wonen waar de buurman weer meer verdient dan zij. Maar dan krijg je geen burn-out van, man. Dan ben je gewoon een slappe zaak. Echt waar, hoor. Ik zeg altijd maar zo, je moet gewoon weten wat je aan kan. Je moet mij ook geen piano laten spelen. Dat moet je overlaten aan die gast met die waperende klavies. Je moet mij ook geen national dicté laten presenteren. Dat kan ik niet met mijn accent. Maar ik zit wel een leuke tieneke schoten neer, hoor. Echt waar, hoor. Ach, joh. Dat is een lekkere poosje. Kan ik even mijn shakey draaien? Ach, ik heb het natuurlijk wel over nagedacht, hoor. Ik heb het wel tegen mezelf gezegd. Wat zou zo'n man nou bedoelen in zo'n trein, hè? Dat kan. Het is natuurlijk maar gewoon een achterlijke kop met je lomen, toch, hè? Dus ik heb wel tegen mezelf gezegd, wat bedoelt het dan ermee? Toen dacht ik, ach, natuurlijk, man. Het is gewoon allemaal stretch. Het is gewoon stretch. Het is heel normaal, iedereen het stretch. Jij het stretch, ik het stretch. Kijk, je kop zien, man. Echt waar, hoor. Kijk, stretch is van alle tijden, hoor. Bijvoorbeeld, neem nou bijvoorbeeld Napoleon, die had al stretch. Echt waar, hoor. Wat dacht je daar, man, toen hij zag dat zijn hele leger in de pan gehaakt werd bij Waterloo, man? Die had niet voor niks de hele dag zijn hand op zijn hart. Die dacht, als dat ding klapt, wil ik de eerste wezen die het voelt, niet dan. Maar die ging heus niet in de elbe, omdat hij dacht, dat even lekker een jaartje zijn bed te kellen. Rot op, man. Die heb heus nooit gedacht, ik werk hard, maar ik bereik zo weinig. Echt waar, niet, man. Nee, stretch is heel normaal. Wij hebben allemaal een tikkie stretch van werk. Daarom heet het ook werk. Anders had het wel vakantie geheten. Echt waar, hoor. Ik ben nou ook aan het werken, dat je niet denkt dat ik niks stel te doen, man. Hier zo, ik heb een afstandsbediening. God, ik lekker dat ding laten ploppen, heel makkelijk. Druk de kop op een paar knopjes. En dan gaat dat ding vanzelf gaat die aan de gang. Zo, ik even kijken of hij doet. Hoppa. Schrok je? Stretch. Al dat soort dingen, hele oude ziektes eigenlijk, man. Met hele moderne woorden, man. Slaat helemaal nergens op. Burn-out is gewoon stretch. Als je tegen z'n woorden staat te lang repeterende bewegingen maakt met je hand of met je arm, dan heb je een muisarm. Als je te lang kijkt naar een scherm, dan heb je vierkante ogen, zeggen ze. Of als je te lang, zou maar zeggen, op een slechte stoel zit, krijg je last van je rug, krijg je een aangepaste stoel, man. Echt waar, hoor. En ik snap er helemaal niks van. Want ik heb een man die ligt al zijn hele leven lang onderuitgezakt op een bank naar een scherm te kijken. En repeterende bewegingen te maken met je hand en met je arm. Die is echt niet ziek, hoor. Die mankeert helemaal niks, man. Het zijn allemaal moderne ziektes. Rot op, man. Ja, dan zeggen ze, wij nemen tegen z'n woorden ons werk mee naar huis, daar komt het door. Denk je, waar sloot dat nou op, man? Wat is dat dan? Stoflongen. Ja, dat vind ik je werk mee naar huis nemen. Of bijvoorbeeld asbest in je pleuris, man. Dat is je werk mee naar huis nemen. Of je klauwen verliezen in de kettingzoog. Oh nee, dat is meer een donatie aan je werk. Ik is je kwot voor de man. En er zit zo'n achterlijke gladiolen in zo'n trein tegen mij te vertellen wat ik aan mijn last van heb. Terwijl ik gewoon keihard werk. Als ik het niet doe, doet helemaal niemand toch. Als je dat beweet, hier is een prachtig mooi bankje dat ik zelf gemaakt, man. Keihard werken. Want als ik het niet doe, dan stort ik helemaal in mijn kop.